Toerisme Centraal heeft zijn gids voor 2013 voorgesteld. De toeristische gids zit vol met foto's en bevat tal van bezienswaardigheden. De gids in 4 talen is gratis te verkrijgen bij Toerisme Centraal. Centraal is een nieuw triple bier rijker. De 27-jarige Chris van der Schoot uit Centraal liet ongeveer 3000 liter Haspengouwse triple brouwen bij brouwerij Anders in Halen. En een tweede brouwsel goed voor 4000 liter zit eraan te komen. De Haspengouwse triple is een echt appelbier op basis van Nyola Gold. Het nieuwe Haspengouwse bier wordt binnenkort ook op vat verdeeld. Sommige ziekenhuizen hebben de laatste dagen al enkele keren een patiëntenstop moeten invoeren omdat alle bedden vol liggen. Ook het Sint-Truido ziekenhuis in Sint-Truiden kreeg de laatste dagen heel wat mensen over de vloer met breuken en infectieziektes. De Truinse groep Sexy Sunday werd door Netsky gekozen als winnaar uit een wedstrijd op Studio Brussel met meer dan 500 inzendingen van jong aankomend talent. Ze zijn een van de 20 geselecteerde bands waaruit de voltallige jury na 27 maart 6 laureaten zal kiezen die zich dan de nieuwe lichting van Studio Brussel mogen noemen.